Hij moest de grote schoenen vullen van wijlen Steve Jobs en runt het meest waardevolle bedrijf ter wereld. Dit is een video over 10 jaar Tim Cook, de man van 2 biljoen. Hey, Erwin hier van Bright. Eind augustus vierde hij zijn 10-jarig jubileum als CEO van Apple, Tim Cook. Toen hij aantrad in 2011 was de medeoprichter en zeg maar spiritueel leider van Apple, Steve Jobs, doodziek. Sterker, 6 weken na de machtsoverdracht overleed Jobs aan de gevolgen van alvleesklierkanker. Hij gaat de geschiedenis in als de man die de wereld van computers, telefoons en muziek luisteren heeft veranderd. Steve Jobs, de grote baas van Apple, is overleden. Hij was al een tijdje ziek. Cook staat te boek als logistieke mastermind en als workaholic. Niet bepaald die buitennissige visionair die Jobs was. Hè, met zijn extreme focus op het product en op het design en op de marketing. Ja, je zou Cook zelfs saai kunnen noemen. En dat wordt wel versterkt door zijn kalme gemoed en door zijn rustige, zuidelijke accent. Cook is een warme man, ja, maar hij loopt niet bepaald over van charisma. Heb ik ook zelf kunnen ervaren toen ik hem kort kon interviewen in Den Haag in 2018. Zou Cook Apple's reputatie hoog kunnen houden na Jobs? Apple-fans hielden hun hart vast en Apple-haters die liepen zich warm voor een lynchpartij. We zijn nu 10 jaar verder en ondanks toenemende druk op Big Tech in het algemeen en op Apple in het bijzonder, staat het bedrijf er eigenlijk heel goed voor, met zijn DNA grotendeels intact. Hoe heeft hij dat geflikt? Ik sta stil bij 10 sleutelmomenten. Cook ging na een opleiding als ingenieur en vervolgens bedrijfskunde en een carrière bij computerbedrijven als IBM en Compaq in 1998 aan de slag bij Apple, op uitnodiging van Jobs. En heel lang heeft hij er niet over hoeven na te denken. In early 1998, I listened to my intuition. Not the left side of my brain, or for that matter, even the people who knew me best. It's hard to know why I listened. I'm not even sure I know today. But no more than 5 minutes into my initial interview with Steve, I wanted to throw caution and logic to the wind and join Apple. Terwijl Jobs net was teruggekeerd als CEO bij het bedrijf en het mes in Apples portfolio zette om meer focus aan te brengen en hopelijk de bedrijfsresultaten weer aan te sterken, gooide Cook bij Operations het roer totaal om en introduceerde daar het just-in-time fabriceren. Dat was ontwikkeld bij Toyota in Japan en was via Dell, het computerbedrijf Dell, naar de VS komen overwaaien. Just-in-time betekent in dit verband kleinere voorraden, sneller produceren en vooral minder kosten. En dat was voor Apple in deze penibele periode essentieel. Cook verhuisde bovendien Apples productie naar China, waar hij bevriend was geraakt met de Taiwanese Terry Gao. Gao is de oprichter van Foxconn, het hoogwaardige assemblagebedrijf dat waarschijnlijk als enige bedrijf ter wereld in staat is die miljoenen iPhones te kunnen produceren conform Apples hoge eisen. Cook perfectioneerde het hele productieproces van grondstoffen in bulk opkopen, de beste onderdelen verzamelen tegen de scherpste prijzen, het persoonlijk toezicht op de werkvloer bij Foxconn door Apple-medewerkers en de logistieke monsterpuzzel om al die iPhones, iPads, AirPods en Macs over de hele wereld op tijd en met precies de juiste aantallen in de schappen en distributiecentra te krijgen. Ook tijdens een pandemie en chiptekorten. Zo gaat er het verhaal dat er iemand bij Apple werkt die niets anders doet de hele dag. Dat is zijn enige job en die is bezig met het inkopen van lijm. Tja, ja, God is in the details. Jobs was een meester in productpresentaties. An iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone,
Are you getting it? These are not three separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. Today Apple is going to reinvent the phone. Cook is dat niet, maar dat weet hij van zichzelf. En dus zie je tijdens de beruchte keynotes, hè, dat is niet langer een one-man show, nee, je ziet allerlei directeuren en productmanagers voorbij komen. Over directeuren gesproken trouwens, Cook was heel kordaat als dat nodig was. Zo was er in 2012 was er een beetje ruzie in de tent, er was frictie binnen de directie. Scott Forstall, het hoofd van het iOS-team, die mocht meteen vertrekken na de mislukte introductie van Apple Maps. Ja, Cook had meteen ingegrepen en zonder genade. In 2014 was Cook de eerste CEO van een Fortune 500 bedrijf dat ervoor uitkwam homoseksueel te zijn. Sindsdien treedt hij dikwijls op als voorvechter van inclusiviteit en als bestrijder van homohaat in binnen- en buitenland. En dat brengt me bij zijn engagement. Cook is echt wel wat betrokkener, lijkt het, of althans in het openbaar, dan Jobs ooit was. Ja, hij spreekt zich vaker uit over kwesties als het klimaat, discriminatie en mensenrechten. En hij was zeker politiek actiever dan Jobs. Jobs had niet zoveel geduld voor politici en presidenten. En Cooks zachtere hand, als je het zo mag noemen, reikt dan ook verder. Zo was Donald Trump bij zijn aantreden in het Witte Huis in potentie een groot gevaar. Vooral voor Apple's activiteiten in China. Zowel de fabrikage als de verkoopmarkt daar. Trump gedroeg zich geopolitiek gezien als een olifant in een porseleinkast. En strooide met importheffingen, handelstarieven en productbans. En hij eiste bovendien dat productie ook terugkeerde naar de VS. Cook kreeg Trump aan zijn zijde door de laatste Amerikaanse fabriek van Apple een make-over te geven en er die cilindrische Mac Pro te laten maken. Ken je die nog? Ja, voor Apple's doen eigenlijk een relatief klein product met een hele bescheiden afzet. Maar Trump die vierde dit als een overwinning. En feliciteerde Tim Cook zelfs met de legendarische benaming Tim Apple. I used to say, Tim, you got to start doing it over here and you really have, I mean, you've really put a big investment in our country. We appreciate it very much, Tim Apple. Cook liet wijselijk Trump's slip of the tongue gaan. De buit was immers al binnen. Steve Jobs was de man die de wereld de iPod, de iPhone en de iPad had gegeven. De weinig creatieve Tim Cook zou toch niet tot zoiets in staat zijn, toch? Nou, ook op dat vlak scoort hij helemaal niet zo slecht. In 2015 introduceerde Cook zelf de Apple Watch. En dat was ook zijn eerste one more thing moment. Het retorische trucje dat Jobs maar al te graag soms uit zijn hoge hoed toverde. We have one more thing. En een jaar later volgde er nog een accessoire voor de iPhone. En zowel de Apple Watch als de AirPods zijn het populairste product in hun genres. En oh ja, laten we de M1-chip niet vergeten. In 2015 vond er op 2 december een terroristische aanval plaats in het Californische plaatsje San Bernardino. Het koppel dat de aanslag pleegde vermoordde 22 mensen en er vielen 14 gewonden. 2 maanden later klopte de FBI bij Apple op de deur. Een van de aanvallers had een iPhone 5C en ja, ze zouden heel graag bij de gegevens van het toestel kunnen. Dat konden ze zelf niet vanwege de encryptie van de iPhone en het was zelfs de collega-instantie, de NSA, ook niet gelukt. De FBI vroeg Apple via een gerechtelijk bevel in feite om een backdoor en Cook werd voor het blok gezet. Hij weigerde echter om die achterdeur te openen.
that you can't have a backdoor in the software, because you can't have a backdoor that's only for the good guys, that any backdoor is something that bad guys can exploit. De kwestie liep hoog op, maar hij liep ook met een sisser af. De FBI had een Israëlisch bedrijf weten in te schakelen die de beveiliging kon omzeilen. Wat overigens trouwens geen enkel bruikbaar bewijs heeft opgeleverd. Apple en Cook daarentegen stonden daarna wel te boek als privacy-voorvechters. En dat is een troefkaart die zou Cook nog vaker spelen. In 2017 leek alles op rolletjes te gaan. Apple Park, Apples nieuwe campus van $5 miljard, dankjewel, in Cupertino, Californië, werd in gebruik genomen. En de iPhone bestond 10 jaar. Het jubileumtoestel, de iPhone 10, of X zoals die door sommigen werd genoemd, werd gepresenteerd in het nieuwe Steve Jobs Theater op Apple Park. We need to be true to who we are and remember what's really important to us. That's what's going to keep Apple Apple. Is if we keep us us. Thank you. I love hearing his voice and his inspiring message. And it was only fitting that Steve should open his theater. Thank you. De 10 was de eerste iPhone die $1000 kostte. Omgerekend in Nederland trouwens was de prijs met belasting erbij, btw erbij, €1159. Maar goed, de techwereld sprak er schande van. De prijs van de iPhone is in de jaren ervoor telkens ietsje omhoog gegaan. Van $600 voor de iPhone 4S in 2011, de eerste onder Cooks bewind, tot aan dus die $1000 voor de iPhone 10 in 2017. Dat is dik 60% duurder in 6 jaar tijd. Nu geldt dat eerlijk gezegd wel voor meer telefoons, want in die tijd waren toestellen gesubsidieerd. Je betaalde eigenlijk een deel van de kosten voor een toestel via je maandelijkse telefoonrekening. De huidige niet gesubsidieerde prijzen, ja, dat zijn meer de werkelijke prijzen. Al is Apple's winstmarge van zo'n 25%, ja, die ligt duidelijk wel hoger dan bij de concurrentie. Nou vind ik wel dat ik er ook even bij mag zeggen dat de prijs van de iPhone sinds die dure iPhone 10 uit 2017 niet gestegen is. Ook de 10S, de 11 en de 12 Pro kosten die €1159. En je hebt ook een iPhone voor minder dan de helft van het geld, de tweede generatie iPhone SE. Een grotere smet dat jaar was de publicatie van de zogeheten Paradise Papers door de Süddeutsche Zeitung. Uit de ruim 13 miljoen documenten lekte bewijs voor belastingontduiking door ruim 120.000 bedrijven en personen, waaronder Apple. In Apples geval vond de ontduiking plaats in Ierland. En het kreeg daarop een boete van de Europese Commissie van €15 miljard. Ondanks de hoge prijs verkocht de iPhone 10 goed. Evenals de modellen die daarop volgden trouwens. Maar er was wel een nieuw patroon zichtbaar. Mensen deden langer met hun iPhone, mede door die hogere prijs. En Apple versterkte dit effect nog eens door langer dan de concurrentie deze toestellen te ondersteunen met software. Zo werkt iOS 14, de huidige versie van iOS, ook nog op een iPhone 6S uit 2015. Om de omzet toch te laten groeien ondanks stagnerende smartphoneverkopen, introduceerde Apple zijn grootste push aan nieuwe diensten in maart 2019 met de aankondiging van de streamer Apple TV+, de game dienst Apple Arcade
het magazineabonnement News Plus en een eigen creditcard. De eerste twee diensten die zijn ook in Nederland actief, de laatste twee niet. En de nieuwere diensten, Fitness Plus bijvoorbeeld uit 2020, nog niet in Nederland. iCloud Plus zal dit najaar wel in Nederland beschikbaar zijn. Als er heel veel mensen zijn die jouw belangrijkste product gebruiken, in januari trouwens was er voor het eerst 1 miljard actieve iPhones geregistreerd. Ja, en die mensen doen ook nog eens langer met dat toestel. Ja, dan doe je er slim aan om hen aantrekkelijke diensten aan te bieden. Nu zijn de diensten al goed voor 1/5 van alle omzet die Apple maakt. En de grootste omzetbron na de iPhone. Groter dus dan de Mac, de iPad en de wearables. En de verwachting is dat de diensten in 2025 goed zijn voor de 1/2 van al het geld dat Apple verdient. Dat heeft Cook dus aardig gezien. Met afstand de belangrijkste dienst in 2020 goed voor maar liefst $64 miljard omzet. Die bestond al toen Cook begon. De App Store. What's great about the iPhone is that if you want to check snow conditions on the mountain, there's an app for that. Yep, there's an app for just about anything, only on the iPhone. Begonnen als veilige en gecureerde plek waar mensen hun apps konden downloaden, zowel gratis als betaald, is de App Store uitgegroeid uit tot een soort digitaal dashboard, waar zij ook hun digitale abonnementen beheren, die ze via apps hebben afgesloten. Je vindt daar bijna 2 miljoen verschillende apps, waaronder die van Apple zelf. Apple beheert de App Store, weet je, en checkt elke ingezonden app. En in ruil daarvoor vraagt het commissie voor alle digitale omzet die via de App Store wordt geboekt. Dat bedraagt 15% voor de wat kleinere developers, tot $1 miljoen omzet. En 30% in het eerste jaar bij de grote. En daarna ook 15%. Die praktijk met Apple als enige portier en cashier, ja, die ligt aan alle kanten momenteel onder vuur. In het Amerikaanse congres, bij de Europese Commissie en in verschillende rechtszalen. De eerste die met relatief veel kabaal protest aantekende was Spotify. Die ziet in de komst van de Apple Music app oneerlijke concurrentie. Vorig jaar sloot Facebook zich aan naar aanleiding van de nieuwe privacy features in iOS. De meeste aandacht gaat echter naar de rechtszaak aangespannen door Fortnite-maker Epic Games. Met steun van Microsoft trouwens, maar omdat daar eerdaags een uitspraak wordt verwacht in die rechtszaak die ja, verstrekkende gevolgen kan hebben voor heel Apples app-economie. We shall prevail. Apples verdediging is volhardend, wijzend op de voordelen die de App Store developers biedt. The App Store guidelines ensure a high quality, reliable, and secure user experience. They are transparent and applied equally to every developer. For the vast majority of apps, developers keep 100% of the money they make. The only apps that are subject to a commission are those where the developer acquires a customer on an Apple device and where the features or services would be experienced and consumed on an Apple device. In the App Store's more than 10-year history, we have never raised the commission or added a single fee. In fact, we've reduced it for subscriptions and exempted additional categories of apps. Ja, even dit nog tussendoor. Zou je net zien natuurlijk, vlak voor publicatie van deze video, is er een uitspraak gekomen in de zaak tussen Epic en Apple. Epic heeft die zaak wel grotendeels verloren van de 10 aanklachten. Is Apple in het gelijk gesteld bij maar liefst 9 van die aanklachten. De enige winst, en ook winst voor ons als gebruikers, is dat Apple wel moet gaan toestaan dat er externe betaalmethodes kunnen worden aangeboden door appmakers. Dat zou dus in dit geval wel lagere prijzen voor ons kunnen opleveren. Desalniettemin gaat Epic weer in hoger beroep tegen de uitspraak. Maar er loopt nog veel meer. Hè. Er is ook nog wetgeving in Amerika onderweg die Apple toch wel wat strenger wil aanpakken, wat meer wil afdwingen. Er loopt ook nog een zaak bij de Europese Commissie. Kortom, wordt vervolgd.
Het is misschien toeval, maar sinds Apple's verzet in die San Bernardino case en het verzoek van de FBI om een achterdeur en de iPhone in te bouwen, lijkt Apple ook privacy steeds hoger op de agenda te zetten. Cook noemt het een human right, een mensenrecht. Maar het is tegelijkertijd natuurlijk ook een unique selling point. In een landschap waar de andere grote tech-giganten vooral hun enorme bakken geld verdienen met het verzamelen en verkopen van data over jou. If a business is built on misleading users, on data exploitation, on choices that are no choices at all, then it does not deserve our praise. It deserves reform. Ja, dat zei Cook tijdens een conferentie over privacy. De sneer naar Facebook en Google die was voor iedereen duidelijk hoorbaar. Nadat Apple eerder cross-site tracking tegengaat in zijn browser, introduceert het dit najaar nieuwe privacy features voor eindgebruikers. Zoals private relay en het tegengaan van app tracking. En vooral dat laatste, dat is... Facebook kan... Je kan dat niet uitstaan. Maar ook dit blazoen is inmiddels wat bedoezeld. In een poging bij te dragen aan het opsporen van kinderporno, wilde Apple in het najaar op iOS 15 een automatische scan invoeren op de iPhone. En dat is een essentieel punt. De aangekondigde maatregel schoot dermate bij menigeen in het verkeerde keelgat dat de feature tot na de order inmiddels is uitgesteld. Ja, vertrouwen is een kostbaar goed. En Cook danst wat betreft privacy nu op best wel een dun koord. Waar Cook ontegenzeggelijk een 10 met een griffel scoort, is op zijn financiële rapport. De nummers zijn mind-blowing. Lees maar even mee. Tijdens zijn aantreden is het Apple-aandeel op de beurs met 1000% gestegen. Is de marktwaardering van het bedrijf gestegen van $346 miljard, wat al heel veel was, naar 2,5 biljoen. Daarnaast is de jaarlijkse omzet met 154% gestegen naar $274 miljard. Hij heeft ook ruim $100 miljard uitgekeerd aan aandeelhouders in de vorm van dividend. En Apple heeft ruim $70 miljard in kas. Ja, hoeveel beter had Cook het eigenlijk kunnen doen? Apple is het meest waardevolle bedrijf ter wereld. Maar tot slot nog. Op 1 november wordt Tim Cook 65. Ja, en in een recent interview heeft hij al aangegeven dat hij over nog eens 10 jaar waarschijnlijk iets anders aan het doen is. Zijn vertrek zal waarschijnlijk niet voor 2025 komen. Hij heeft als CEO een heel uitgebreid pakket aan aandelen, voor wel een miljoen aandelen. En ja, dat keert uit tot dat jaar. Dus ja, daarvoor zal hij waarschijnlijk niet vertrekken. Al heeft hij trouwens wel aangekondigd het levendeel van zijn fortuin na zijn overlijden te schenken aan goede doelen. Ja, Cook zou naar verluid nog één nieuwe productcategorie willen meemaken en dan afzwaaien. Nu, ja, dat zou de Apple Auto kunnen zijn, maar waarschijnlijker is de komst van die lang verwachte augmented reality bril. Nou, we gaan het zien. Wie zijn opvolger wordt? Nou, de meest geduchte kandidaten op dit moment zijn de huidige operationeel directeur, Jeff Williams, of de baas van alle software, Greg Federici, ook wel bekend als Air Force One. Wie het ook wordt, ook Cook's opvolger heeft grote schoenen te vullen. Hij is de man van 2 biljoen. Hij is Tim Apple. Ja, dit portret, het was weer eens wat anders. Laat me weten wat je ervan vond. Vind ik hartstikke leuk. En de reviews van de iPhone 13 die zijn onderweg, hoor. Dat gaat echt niet lang meer duren. Dus zet die bel aan en dan krijg je een seintje. Bye!